We hebben een ding met elkaar gemeen, hè? Volgens mij gebruiken we hetzelfde boekhoudsysteem. Dat klopt. Ja. Jort. Jort. Waarom zijn jullie eigenlijk naar Jort toe gegaan? Veel te veel eigen werk, veel te veel handwerk. Toen zijn we overgestapt van accountant en die zei, je moet met Jort gaan werken. Ik ben letterlijk van een paar duizend euro naar een paar tientjes gegaan. Ja, ja, wij doen het dan nog wel uitbesteden, het meeste. Ja. Maar het overzicht die we hebben, ja, dat is voor ons goud waard eigenlijk. Ja, mooi, hè? Hey, maar de beste raad is voorraad. Ik zei in het begin al, hè, je hebt dropshippers, maar je hebt ook bol.commerce. Toch? Mag ik dat zo noemen? Absoluut. Ja, want bol.com is natuurlijk ook een fantastisch mooi platform. Jullie hebben voorraad. Hè? Dat is het, volgens mij het grote verschil met dropshippers die dat niet hebben. En jullie verkopen vanuit voorraad. Ja. Wat is het meeste voordeel om te verkopen uit voorraad? Vandaag besteld, morgen in huis. Net als dat je naar een winkel gaat. Als je het koopt, wil je het gelijk hebben. Nou ja, nu is het op bol.com. Is het, je koopt het, je wilt het wel gelijk de andere dag hebben. Zelfs in sommige gebieden in Nederland is het 's ochtends besteld, 's avonds in huis. Ja, en is het ook zo dat de meeste dropshippers ook kampen met kwalitatief wat slechtere spullen? En dat jullie dat hier kunnen testen, aanraken en voelen wat er naar de klant toe gaat? Ja, bij ons wordt eerst uitvoerige kwaliteitscontrole gedaan. Dan krijgen we het hier nog bij ons in de lood, zien we het nog zelf. En daarin zijn jullie als beide heren in gespecialiseerd. Even voor de kijker, want jullie zijn twee vrienden van elkaar uit Zeeland. We zijn nu in Steenbergen, onder de rook van Rotterdam. Komen we vaker Rotterdam in de omgeving, dus het is voor ons bekend terrein. Maar kun je jezelf even kort voorstellen? Ja, Michiel, 38 jaar, tot mijn 25e bij Defensie gewerkt. Daarna ben ik bij mijn vader in het bedrijf gegaan als boer, als akkerbouwer. Was toch niet helemaal mijn ding. Toen ben ik daarmee gestopt, even in loondienst gezeten. Ik dacht, nah, dit wordt hem ook niet. En toen kwam ik in ik hoorde daarvan dat hij spulletjes op bol aan het verkopen was. En ik dacht, hey, dat is interessant, dat moet ik ook kunnen. En jouw compagnon? Yes, Rob, 36 jaar, 17 jaar in de visserij gezeten. Dus, ook totaal wat anders, ook met je handen. Altijd met mijn handen gewerkt. Hard werken, hard de visserij. Ja. Toen kreeg ik kindjes en ja, ik was heel de week van huis, dus ik was op zoek naar iets anders. Mm-hmm. Toen kwam ik in aanraking met bol.com en zo ben ik gestart eigenlijk met verkopen. Oh, mooi. Ja. Dus je hebt je eigenlijk volledig gezet omscholen? Ja, klopt. Mooi. Jullie coachen elkaar, maar jullie helpen ook andere mensen met het opstarten van bol.com e-commerce. Ja. En dus eigenlijk alle learnings wat jullie in het verleden hebben gedaan, wat jullie hebben geleerd, de valkuilen. He, daar geven jullie mensen trainingen voor, hè, toch? Ja, ja. Om te starten met bol.com. Maar hoe ziet zo'n traject er nou precies uit? Want jullie verkopen zelf heel veel producten op bol.com. Maar jullie helpen ook bestaande bedrijven. Hè? Dus mensen hebben een bestaand bedrijf die een webshop hebben. En jullie hebben daar een businessmodel voor hoe je dan meer tractie kunt krijgen op bol.com. Zeg ik dat goed? En hoe gaat dat precies in zijn werk? We kijken eerst analyseren welke producten ze hebben, mm-hmm. Wat de kans van slagen is van zo'n product. Ja. Zeg je wel eens vaak nee, dat wordt hem niet? Ja, dat zeggen we wel. Want als wij, ja, wij werken met data van bol.com, die mm-hmm. kunnen wij inzien. Dus is de data niet goed en zien wij ook geen potentie in de producten of met de leveranciers waar hun mee werken, ja, dan gaat dat gewoon niet door. Dan gaan we niet samenwerken, want we willen wel kans van slagen hebben. Ja, precies. Ja. En die kans van slagen, hè? Is dat altijd een hit? Eigenlijk tot nu toe wel, maar we moeten ook wel een goede, fijne samenwerking hebben. Dus daarom nodigen wij ze ook altijd uit hier zo op kantoor. En gaan we goed gesprek voeren, is dat aan het einde van de streep denken we allebei van oké, het werkt niet of het werkt wel. Mm-hmm. En dan gaan we ook niet starten of wel starten. Ja, precies. Ja. Ja. En wat is het meest kansloze product waar je gezegd hebt, nou ja, dat gaat hem gewoon niet worden. Wat was dat? Een massagegun. Die kunnen ze beter bij Easy Toys verkopen. Het is een heel populair product op bol.com, maar ook gigantisch veel aanbieders daarvan. Oh ja. En dus, voor jouw beeldvorming zijn 800 massageguns ongeveer op bol.com. Zo. Ga je dan 801 aanbieden, ja, hoe zorg jij dat je dan op die eerste pagina in die top 10 gaat komen? Dan ga je bijna niet lukken. Het zijn ook nog 800 dezelfde. En 800 identieke producten. Oh, ja. Dus als wij dat zien, dan zeggen we van, nee, die kunnen wij ook niks meer. Is het dan niet heel lastig om een onderscheid aan te bieden op bol.com met zoveel producten, Michiel? Nee. Hoe zorg je überhaupt ervoor dat je nog bovenaan komt staan? We gaan eerst kijken naar de data van bol.com. Mm-hmm. Aan de hand daarvan gaan we producten zoeken. Het gaat gewoon heel veel uren kosten, want je gaat echt heel bol.com uitpluizen totdat je jouw producten hebt gevonden.
Vervolgens kijk je op Amazon of andere platformen. Wat kan mijn product nou onderscheiden? Meestal op Amazon, die lopen altijd wel een jaartje, een halfjaartje voor. Dus daar staan ook die nieuwere modellen op. Er staan ook net iets scherpere foto's op. Weet je kan al heel veel halen aan een hoofdfoto op bol.com. Als die perfect is, dan is de kans van slagen is al zo gewoon zoveel groter als dat er echt een slechte hoofdafbeelding staat. Dus daar kan je in onderscheiden. Producenten in Azië zijn ook constant bezig met nieuwe ontwikkelingen. Mm-hmm. Dus heb je een product gevonden, ga ook contact zoeken met leveranciers. En goh, wat zijn je nieuwste producten? Heb je nog een product wat nog niet in Europa op de markt is? Nou ja, zo ga je wel even de markt een beetje aftesten van hoe ga ik me nou daarin onderscheiden. Ja, hoe zit dat dan als je een product aanbod? Je wil ook niet ondergesneeuwd worden door al die producten die op bol.com staan. Want hoeveel producten staan eigenlijk op bol.com? Weet u dat toevallig? Heel veel. Ja. Echt heel veel. Ja, en hoe zorg je daar nou precies voor? Als wij dan het product gevonden hebben, die moet in ieder geval voldoen aan maximaal 150 aanbieders. Dus je hebt een zoekwoord, neem bijvoorbeeld een melkopschuim. Melkopschuimer heeft veel meer aanbieders hoor. Maar op dat woord gaan we maximaal 150 aanbieders zitten. De helft daarvan, daar ga je sowieso van winnen. Mm-hmm. Zeker omdat jij de volle aandacht erop hebt en de andere helft niet. Nou, dan hou je er nog 75 over. En daarin ga je in ieder geval dat waar we het net over hadden, het onderscheidend vermogen. Mm-hmm. En zo gaan we zeker, de kans is gewoon heel groot in zo'n categorie dat jij die top 10 binnenstroomt. Oh ja, en hoe werkt het om die top 10? Want je wil natuurlijk op nummer 1 uiteindelijk staan. En de nummer 1 wordt het meest verkocht. Werkt dat ook zo? Ja, het algoritme van Bol, ja dat is zo. Het algoritme van Bol bestaat uit 90% gaat om 3 factoren. En dat zijn kliks. Dus hoe meer op jouw product geklikt wordt, hoe hoger je komt te staan. Sales, dat is het andere gedeelte. Mm-hmm. En het aantal reviews. Weet je, heb jij bij elke 10 of elke 20 bestellingen, heb jij een nieuwe review. Dat vindt het algoritme, vindt dat fantastisch. Dus die zal jou stapsgewijs steeds hoger gaan plaatsen. Net zolang dat je die... Dus je moet er eigenlijk voor zorgen dat heel veel mensen een review gaan schrijven. Ja. En dat kun je heel makkelijk doen hè, wanneer je product verkocht hebt. Dan stuur je nog een mailtje achteraan, joh, wat vond je van het product? Zo krijg je extra reviews, toch? Ja, dit is wel heel simpel gezegd zo. Ja. Maar je moet mensen ook willen verleiden om een review te schrijven. Ja, dat doe je door misschien een korting te geven? Of? Ja, dat mag niet. Oh, echt niet? Nee. Nee. Want dan koop je als ware soort... Ja, je mag geen reviews afkopen. Oh, hoe doe je dat dan? Nou, wij zitten dus ook in het speelgoed. Wij steunen... Elke maand steunen wij een goed doel, Kika. Doneren we eigenlijk bij elke sale, doneren we standaard 1 euro aan Kika. Maand doen we dat uitdraaien en vervolgens maken we het gewoon over. Oh ja. Dat vertellen we ook in die review. Mm-hmm. Van hey, bedankt voor je bestelling. Dankzij deze bestelling doneren wij 1 euro. Ja, goed. Goed. Zou je ons willen helpen om nog meer sales te kunnen maken, schrijf dan een review. Mm. Zo koop je niet je review af. En je steunt het goede doel. Ja. En je conversie naar reviews is gewoon hoger. Hey, dan ben ik ook wel benieuwd naar jullie tool. Hè? Want jullie hebben vorig jaar een fantastische mijlpaal behaald. Hè? Gewoon meer dan 1 miljoen omzet. Ja. 1,3 had ik gezien. Hè, maar nou heb ik al een paar keer een SWOT-analyse moeten maken. Het is ook wel weer heel risicovol. Hè? Want stel je voor dat bol.com, moet je niet aan denken, maar uitvalt. En we hadden ook nooit gedacht dat COVID in het land zou komen. Mm-hmm. En toen vielen alle retailers, alle fysieke winkels, gingen dicht. Hè? Die hielden op. Ja, hebben jullie hier rekening mee gehouden? Wat als bol.com stopt? Dat zit er wel altijd in je achterhoofd. Daarom zijn we ook uitgebreid naar verschillende platformen. We staan op Blokker, we staan op Amazon, eigen webshops. Bol is nog steeds wel het grootste verkoopplatform van ons. Maar we zijn al wel bezig om dat af te schalen en dan uit te breiden op andere platformen. Ja, mooi. Ja. Het is wel zo, als bol.com wegvalt, dan gaan er ook 17 miljoen consumenten. Hey, bol.com heeft 17 klanten in Nederland, België. Die gaan ook andere wegen zoeken. Mm-hmm. En op die wegen staan wij ook al. Ja, precies. Ja, maar ze zoeken toch naar een verzamelplatform waar je allemaal producten en diensten kunt kopen, toch? Ja. Dan is dat het verhaal. Hey, en ik hoorde je net zeggen, we liggen ook al bij verschillende andere retailers, zelfs in de winkel. Hoe hebben jullie dat geregeld?
We hebben wel een partij voor in handen genomen die dat voor ons doet. Mm-hmm. Ja, ze gaan op zoek naar winkels die geschikt voor ons zijn. Dan sturen ze een brochure van onze producten op. Mm-hmm. En als ze daar interesse in hebben, dan sturen wij een sample naartoe. Ja. En vanuit die sample komen de orders eigenlijk binnen. Wat cool zeg. Ja. Hey, en dan de theepot, hè? Daar zijn jullie dan hiermee een groeiend bedrijf. Hè? Mm-hmm. Hoeveel merken zouden jullie willen bouwen? Want eigenlijk is het heel breed. Overal waar een kans ligt kun je een merk voor maken, toch? Zo moet ik het zien, ja. Toch? Ja. Zo doen wij het eigenlijk ook. Dus eigenlijk overal waar we kansen zien, testen we eerst een aantal producten in en dan schalen we op, bouwen we een merk ervan. En zo doen we uitbreiden naar groothandels, andere platformen. En dan steeds hetzelfde spelletje herhalen. Ja. Ja. En hoe zijn jullie aan die marketingkennis gekomen? Want het is ook een stukje marketing wat je dan aan het faciliteren bent. Hè? Ja. Ik denk heel veel proberen. Mm-hmm. Weet je, we hebben echt al heel veel euro's gespendeerd waar eigenlijk niks uitkwam. Maar geen keiharde sales uitkwam. Maar je weet wel wat er wel werkt, wat er niet werkt. Ja, wat is de grootste fout die je met marketing hebt gemaakt? In ons eerste volledige jaar hadden we één website gemaakt met al onze producten erop. En daar zijn we in gaan pompen, advertentie pompen. Ah ja. Oh ja, dat is niet goed hè? Nee. Dat is niet goed. Maar je denkt, ik heb een verzamelwebsite en ja. Daar gaan we het wel mee redden, maar dat deed het niet. Nee, wie is je doelgroep? Ja. Wat is je grootste les in die afgelopen jaren als ondernemer? Ja, eigenlijk heel de onderneming op zich. Ik kwam van zee vandaan en ik ben een onderneming gestart. En mm-hmm. Ja, je groeit eigenlijk met je onderneming mee. Dus ja, dat is eigenlijk het totaalpakket. Dus, ja. Maar heel veel mensen vragen ook aan mij. Hè? Ik zie onze DM staat er ook vaak vol van. Hè? Ik wil heel graag ondernemen, maar ik weet niet wat. En ik weet niet hoe ik moet starten. Wat was van jou, los van het feit dat je kinderen kreeg, het moment ik ga starten? Ja, ik zeg altijd, je moet het gewoon doen. Als je het niet probeert, dan weet je het ook niet. Nee. Dus ik ben gewoon gestart, ik ben erin gegaan. En ik vond het zo ontzettend leuk om te doen. Mm-hmm. Ja, zat je hele dagen achter je laptop om dingen te bekijken, hoe ja, werken? Letterlijk. Ja, ik nam mijn laptop mee naar boord. En ik zat op het schip zat ik filmpjes te bekijken die ik moest doen, notities maken. Dus echt heel fanatiek. Ja. Ik heb voor mijn hobby mijn werk gemaakt eigenlijk. Ja, precies. Ja, het voelt als een hobby. Het is gewoon leuk om te doen. Ja, ondernemen is het mooiste wat er is. Hè? Ja. Als je wat leuke producten hebt. En de goede dingen doet, dan mm-hmm. is dat een hele mooie reis die je meemaakt. Alle fouten die we gemaakt hebben, hebben we ervan geleerd, nemen we mee in de volgende keuze die we maken. Dus ik denk dat we sommige fouten ook hebben moeten maken om hier te kunnen komen. Omgaan met hoge pieken en diepe dalen. Ja, die zijn er wel, hè? Ja, die zijn er. Ja. Hoogste piek, december maand, vlak voor kerst. Oh, ja. Hoe hadden we omzet? Bijna 23.000 op één dag. Ja, dat is toch lekker? Dat is echt wel een topdag. Ja, en wat deed dat met je? Ja, dat voelt je euforisch. Ja, en dan kijk je gewoon naar die omzet en denk je, holy shit. Dan denk je, niemand krijgt mij meer kapot. Maar dat kan wel, hoor. Ja, dat geloof ik direct, ja. Diepste punt, denk ik, dat we aan patentschending hadden gedaan. Even een claim van 35.000 euro was weggelegd. Oh. Ja, die was wel heel weak. Ja, dat geloof ik. Daar heb ik het echt pittig mee gehad. Ja. Dat dacht ik ook echt. Oké, okay. Hoe ga je hier uitkomen? Ja. Hoe heb je dat gedaan? Uiteindelijk zijn we in gesprek gegaan met de tegenpartij en hebben we geschikt tot 5.000 euro. Ah ja, nice. Behalden het ook. Het is nog steeds zonder geld. Hè? Absoluut. Dus hier gebeurt het, hè? Ja. Dus het kloppend hart. Dit is het kloppend hart van het bedrijf. Ik zie daar iets wat heel veel geld kost. Ja, helaas hebben we daar ook mee te maken. Een stukje retouren. Ja. Blijft overal, hè? Zo. Ja. Bij elke webshop heb je daarmee te kampen. Vraag, wat gebeurt er nou met zo'n pallet? Waar gaat dat naartoe? Ja, bij ons wordt het bij het fulfillment uitgezocht eerst. Okay. Dus gaan ze kijken, is het nog verkoopbaar? Is er iets mis mee? Zo niet, gaat het weer terug de voorraad in. Dan pikken wij het op een pallet en dan nemen wij het mee hier naartoe. Dan gaan wij het nog een keer controleren. Kijken of er een doos beschadigd is, een nieuw doosje omheen of iets anders. Ja. En, dan gaat het weer terug de voorraad in en anders... verkopen wij het op een marktplaats of zoals... Dan wordt zo'n pallet weer verkocht. Ja. Dat is ook nog een hele handel wat erachter zit. Ja. Je kunt toch altijd mensen weer ergens blij mee maken. Het is niet alle voorraad, maar het is de voorraad voor op de pak. Dus moeten wij naar bol.com of naar Fulfillment of andere warehouses, dan staat het hier op de pak om te verzenden. En wat gaat de hardloper zijn in de zomermaanden?
In de zomermaanden. Ja, we zitten nu midden in de zomer. We zitten nu midden in de zomer. We hebben daar wat barbecue accessoires die heel hard gaan op dit moment. Ah, ja, ja. Dat is het ook, hè? Qua weer. Ja, het is vandaag nu wel. Ook 27 graden. Het is lekker, dus het is ja. Helemaal top. Nee, leuk. Dus als ik een bol.com, althans als ik een product heb gevonden, ik wil het gaan verkopen op bol.com, dan moet ik jullie bellen. Ja, bel ons. Ja. We helpen je. Ja, mooi. Ja. Ik wil jullie bedanken voor het interview.